Hebben jullie al stoute dingen gedaan? Oh ja. Chesto, ik heb je... Wow, what the fuck? Chesto, wat ben je aan het doen? Niks. Yo, ik ben Chesto en welkom bij een nieuwe video hier op mijn kanaal Chesto. En vandaag ben ik hier met... Nina. Zoals vorige keer, zoals Thomas zo weet natuurlijk. Maar... Vandaag hebben wij een Q&A voor jullie natuurlijk. Jullie hebben vragen achtergelaten in de video en op Twitter natuurlijk. Dus we gaan natuurlijk gewoon een paar vragen voor jullie beantwoorden. En grappige foto's hier zo. En als deze jullie vraag niet erin is, niet getreurd. Misschien gaan we nog wel een Q&A of iets opnemen. Dus laat niet voor jou blauw duimpje omhoog achter of likes spullen aan. Doe maar. Als je nog een video met mij erin wil zien, dan moet je... Dan moet die boven de 120 likes halen. No, dat zou ik wel. Oké, 120. Dus liken mensen, liken. Oké, we gaan beginnen met de allereerste vraag van Tankard Beast. En die is alleen voor mijn naam, zeg voor de community. Wow, met Sam en Ruud natuurlijk. En hij vraagt natuurlijk. Zullen jullie altijd goed blijven opgaan? Gaat één van jullie stoppen met YouTube als hij moet beginnen met zijn studie? Ik hoop natuurlijk gewoon dat we goed blijven, maar zodra ik moet gaan studeren... Denk ik wel dat ik blijf uploaden, maar dan niet zoals ik het nu doe. En ik weet, gebeurt er fucking iets raars, waardoor ik niet meer hoef te studeren, maar dat ik gewoon YouTube als baan kan zou wel vet zijn. Krijgen. Dus, vandaar. Lees jij deze maar op. Okay. Vraag nummer 2 is van Flexus, terwijl Tommy. Q&A. Wat zou je zeggen als Nina je vroeg, of andersom? Ah, ik zou ja zeggen. Lastige vraag. Het is zo raar, weet je, als je gewoon random op iemand afloopt, zo van... Hey, neem je met me? Nee, ja! Zo ik gaan we. Ik weet het niet. Oké. Okay. Twijfelgeval. Volgende vraag is van Sef Jo Sabonovic, als ik het goed uitspreek. Knee, wat zou je doen als een meisje vroeg, wil je dat ik je bijt? En ik denk dat het dus andersom is voor Nina, als bijvoorbeeld ik haar vraag, mag ik je likken? Sorry voor het taal van mij. Wat ik ga tegen weer bijna. Wat ik zou zeggen, is ik weet niet. Ik zou gewoon nee zeggen, want ik ken die chick niet. Zo, wat wil je me pijpen? Wat de fuck wil je doen? Ja. Ja, een beetje vaag allemaal. Wat zou jij zeggen als iemand zegt, mag ik even lekker... Ik zou zeggen, jij een stoornis of zo. Volgende vraag is van Simon Tolens. Simon kent natuurlijk van vroeger van de voetbalclub. En dan was dat het keeper. Maar jij kent hem niet. Nee. Simon is echt gewoon het beste kijker. Hij kijkt elke video. Lekker Simon! Ja, gek Simon. Hij vraagt, hoe lang hebben jullie al? Nou, ik ben 14 en Nina is ook 14. Hoe lang? We hebben samen al 17 jaar een relatie. Terwijl we nog niet eens 17 jaar zijn, maar dat maakt niet uit, want het kan gewoon. Want wij kenden elkaar al toen we nog gewoon in de ballen van ons vader zaten. Ja. Wij gingen als zwelletjes al samen gewoon om met elkaar. Ja. Inderdaad. Echt beste vrienden gewoon al in de baarmoeder. Volgende vraag van Mike Rijk, Q&A. Wie inspireert jou om video's te maken? Meestal gewoon... mezelf. Als ik bijvoorbeeld mijn cameraatje zie staan, denk ik, oké, ik ga weer een video opnemen, wat ga ik doen? Oké, wacht, ik denk Nina. Nina die is altijd wel gewoon bereikbaar. Zover ze bereikbaar is. Want dan zei ik nog wel eens gewoon de telefoon zo, wiep. En ja, daarom inspireert meestal mezelf gewoon met video's maken. Volgende vraag is van Fran. Hoe zou je heten als je een meisje was en hoe zou jij heten dan denk ik als ik een jongen was? Als jij een jongen was? Wow, what the fuck? Nou, hoe zou je heten als je een meisje was? Justina. Nee, ik zou Felity heten. Ik zou volgens mij Abel heten of zo. Oh, gek de naam alles? Abel. Abel, ja. Ik weet niet, Abel of zo. Oké, de volgende vraag is van Roelof de Vries. Lees jij maar op, doe jij maar... Q&A, wat zijn jij en Nina van elkaar? Hoe kennen jullie elkaar? Q&A 2, een aardbeienijsje of een perenijsje? Oké, hoe kennen wij elkaar of wat zijn we van elkaar? We zitten bij elkaar op school. We zaten in de tweede bij elkaar in de klas en... We zijn broer en zus. Ja. Niet. Nee. Want ik heet Jans van mijn achternaam. En ik heet Ter Horst van mijn achternaam. En ja. Q&A 2 was een aardbeienijsje of een perenijsje? Aardbeien, shotgun, aardbeien. Ja, ik lust geen peer. Ik ook niet. Aardbeien, echt waar. Weet je nog een keer? Met Eco? In de klas, ja! Iedereen kreeg een ijsje. Ik pak er 2. En Marit ook. Ja. Marit, als deze video kijkt, je bent een dief. Grappig. Oké, volgende vraag die is van It's Matthew. Wat is jullie lievelingsglijmiddel? Wacht, mijn lievelingsglijmiddel is gewoon Philips. Gewoon Philips, gewoon maar eens wil. Gewoon even af en toe zo'n
springt je daarop en je glijdt als een ballenmeer naar binnen. Volgende is van Drama Alert NL Q&A. Wat vinden jullie van Belgen? En do she want the D? Wil je die? Belgen. Gezellige mensen. Ja? Er stond geen Q&A 2, dus ik hoef hem niet te antwoorden op zich. Ja, maar wat vind je van Belgen? Leg het even goed uit. Belgen? Ja. Belgen. Belgen zijn hele gezellige mensen en ik ken niet hoeveel Belgische mensen en... Amai! Ik vind het accent wel leuk eigenlijk. Ja, dat vind ik ook wel schön. Want dat is Duits. Belgische mensen zijn gewoon super gezellig en ja, voor zover ik weet. Ja. Ja. Ja, en als je want die, dat, wie weet na de opname, ja, dat gaat niet op YouTube goed komen. Oké, okay, gaan we door naar de volgende vraag. Het is van Ben Propper. Hij vraagt, welke 5 YouTubers zijn jouw favoriet? Eerste wie jij, van jou. Dies for Dazzle, Dylan Hagens, De Kelvlog, Cinemates en OMG's Chesto. Yes, eindelijk nog wat ik heb begrepen in mijn leven. Woehoe! Die van mij zijn, even denken hoor. Nummer 5, L.E.A. Nummer 4, Dylan Hagens. Nummer 3, Chromatech. Nummer 2, Dennis Wees. En nummer 1, Raskin natuurlijk. Gewoon omdat ze super gaaf zijn. En gewoon gedeeltelijk tweede en eerste plek natuurlijk. Sam, Axelaukanaal en Ruben is gewoon gedeeltelijk de eerste plek. Want hun zijn allemaal ook gewoon fucking chillen YouTube natuurlijk. Oké, de volgende vraag is van Beast Gamers SC. Dan vraag ik Kierney, kijk je porno? Wauw. Oh, oké. Okay. Volgende vraag is van de ene rechter Thomas van Fenixy. Hij zegt Nina. Beste kenmerk van Chester en slechtste kenmerk. Oh, dat is erg. Het slechtste kenmerk is dat hij te veel praat. Oh ja. Te veel gewoon. Ik lul echt zoveel. En het beste kenmerk is gewoon dat hij altijd gewoon gezellig is gewoon. Ja. Ik ben nooit chagrijnig. Topgozer gewoon. Ja. Je mag nou best wel stoppen, goed zo. Oké, volgende vraag is van Kader Sortan. Wat vinden jullie van Geert Wilders? Geert Wilders? Hij is een hele aparte man, maar hij heeft ergens in zijn gesprekken, zeg maar wat hij altijd doet, heeft hij wel een punt. Maar het is niet per se over Turken. Ik ben niet discriminerend. Het is niet per se over Turken dat hij gelijk heeft, maar gewoon bijvoorbeeld over de vluchtelingen die gewoon Nederland inkomen. Dat is gewoon lastig, want we hebben ook gewoon... Nederland wordt dan alleen maar volgepropt en dan, ja... Ja, het is niet gewoon, iedereen denkt Geert Wilders een Turkenhater. Dat is hij misschien ook wel. Daar heeft hij soms gewoon echt geen gelijk in. Maar over het geval met de vluchtelingen... Heeft hij wel gelijk. Ja, over dat de grenzen dicht moeten. Maar we gaan gewoon verder naar de volgende vraag van Crystal Games Leven voor. Welke console vind je beter? Ja, weet je wat een console is? Dat had je me verteld. Ja, op school. Xbox van... Oh ja, Xbox! Welke vind je beter? Xbox 360 en daarna PS4. Volgende vraag is van Xponage01. Q&A, hoe ging je eerste brugklasdag? Maar eerst even, dus wij zitten natuurlijk al in het derde moment, dus het is 2 jaar geleden. Maar... Even terugdenken, even reminden. Maar hoe was jij eerste brugklasdag? Mijn eerste brugklasdag... Lekker tongbrekertje. Nou, ik kende... Ik zat in mijn klas, ik kwam binnen en ik dacht, waar ben ik beland? Weet je, want dan heb je zoveel zelfvertrouwen in het begin, maar op een gegeven moment dan... Er hoeft maar één dingetje gebeuren waardoor je verlul staat en het is van dit zo, helemaal dit. Ja. Omdat niemand je kent, je kent niemand in de klas. Ik had al een paar bekenden in de klas, dus op zich ging het wel. Maar het was wel even van, wow. Ik kwam de klas binnen, het was echt zo, hi! Oh, kut, ik ken niemand. Oké, ik ga maar zitten. En toen zal ik gewoon de hele tijd gewoon zo. Helemaal, akkoord. En toen ken ik natuurlijk al gewoon in één dag ken ik Luna. Ja, die kennen jullie niet, maar die kennen wij wel. Gaby. Toen ken ik al Malou, Jolie. Die ook. En ik krijg gelijk een berichtje, maar die zijn even stil. Mijn vraag is van Igor Benmakers. Hij vraagt, waarom is Nina zo lekker? Vertel je verhaal. Nu komt het. Oké, nu komt het, hè. Nina is lekker. Maar kijk, het komt hierdoor. Let op. Als je kijkt naar de stand van de zon en de wolken, weet je waarom Nina zo lekker is. En nu moet ik even alles weer goed gaan zetten. Daarom is Nina dus zo lekker. En natuurlijk gewoon omdat ze zo echt zo... Ik doe niks! Kijk, ik wil in je haar weghalen omdat je een Chester shirt aan hebt. Super mooi shirt heb ik aan. Daarom is ze ook zo lekker. Zo. Ze denkt gelijk dat ik eraan wil raken. Nee hoor. Oh, dat doe je. Wat doe je? Kijk, als ik het aanraak, doe ik dat wel, maar doe ik niet in de video vandaag. Ik heb wel echt gewoon verkeerd. De volgende vraag is van Rian Keanen. Hebben jullie verkering per se met baas? Nee, wel geen verkering. Ze is gewoon een goede vriendin van me. Die was echt heel kut. Ja, die was echt zo. Oké,
vond dat van Koen gaat gamen. Lees jij maar. Q&A. Wat vindt Nina van jouw YouTube kanaal? En gewoon eerlijk antwoorden. En zou je ooit zelf een YouTube kanaal willen beginnen, Nina? Nou, ik vind het, ik vind het wel een leuk kanaal. Weet je hoe wij de allereerste video hebben opgenomen, zou ik even zeggen? Zij ging ziek naar huis. Zij, wat zei mijn taal Frans les zit? Van, hey, zuster, ik zit je filmpjes terug te kijken. Toen dacht ik echt zo, okay, this is fucked. Toen hoorde ik een spraak met mijn bericht dat zij mijn Q&A zat te kijken. En toen kwam zij opeens van, hey. Ik ben hier een video opnemen. En toen dacht ik, ja oké. Chip ik binnen. Toen was toen gelijk de dag daarna gebeurd. En ja, vandaar. En maar zou je een eigen YouTube kanaal willen? Nou, het zou me, ja, ik weet het niet eigenlijk. Er gebeurt niet zoveel in mijn leven wat ik, of ik iets wat ik leuk vind. Hey, je bent hier, dus wat? Gewoon. Nee, ik vind het al genoeg om bij Chester een video te komen. Dus, ja, wie weet. Ooit een YouTube kanaal van haar, maar dan ga ik het gewoon open. Dan moet iedereen abonneren. Ja, iedereen abonneren, hè, dan. Oh, dan. Nu, dan is er nog steeds niks. Er is helemaal niks. De volgende vraag is van Chernozy, als ik het goed uitspreek. Kiede, wat vinden mensen uit je klas dat je van je YouTube-carrière... PS, je bent bij far mijn favoriete YouTube. Nou, dankjewel natuurlijk. Weet je echt de naam niet. En ik ga niet nog een keer je naam uitspreken, want ik weet dat ik val. Wat de mensen in mijn klas denken van mijn YouTube-kanaal... Is, ik liep de klas in en Jackie wist al dat ik aan YouTube deed. Maar niet iedereen deed aan YouTube. Tot op een gegeven moment Jackie in de gang echt fucking hard zei. Van Chesto, je bent in de vakantie echt fucking hard gegroeid, man. Ik zag echt zo, Jackie, hou je bek dicht. Want ik wil dat iedereen het weet. Toen iedereen, heb je een YouTube kanaal? Echt zo, heb je een YouTube kanaal? Mag je een YouTube kanaal? Dus toen zijn ze allemaal in de klas mijn video gaan kijken. En de meeste keken de gelijk de video met Nina. Wat hebben we hier gedaan, weet je nog? Met al het slijm op je grond. Ja, en eeuw, het is nat! Het kan ook nog bij je eigen hand zijn, hè? Maar, in ieder geval, ik vind het wel grappig, want er zijn gewoon weer iets van 5 mensen die erbij zijn gekomen. Maar, soms ook wel natuurlijk irritant, want als je bijvoorbeeld achter je beeldscherm gewoon zit te lullen, en je gaat op een gegeven moment boos worden, wat ik nog best vaak doe, is ook niet chill dat docenten kijken. Want ik weet dat docenten kijken. Meneer Van Raasje kijkt. Echt? Ja, meneer Van Raasje kijkt. En, van mij meneer Nijers. Jongens, als jullie deze video kijken, super bedankt. Ook het. Volgende vraag, die is van Amin Douriri. Deze gaan we al een keer beantwoorden natuurlijk, van hoe kennen jullie elkaar? We zaten bij vorig jaar bij elkaar in de klas. Daarvoor kennen we elkaar al via Instagram. Wow. Toen zei zij, ik ga Insta famous. Ja, toen ging zij me stalken zogenaamd. Echt weet je niet. Nog? Jawel, met die foto. Want Jesse mag je nemen, maar ik ga je stalken, Weet je? Echt niet. Ja, zie je? Ik is heb echt gewoon, niet waar hoor. Ik heb gewoon gelijk. Oké, volgende vraag van Rowan van der Linden. Q&A, wat zou je kiezen? Een huis krijgen of een auto naar keuze? PS, jullie zijn baas. Denk Rowan. Ik ook! Ja. Oké, wat zou je kiezen? Zou je echt een snelle auto of een mooi huis? Gewoon een ziek mooi huis en later koop ik die auto wel. Nee, kijk. Jij kiest huis toch? Ja. Je komt bij je wonen, kies ik de auto. Nee, ik kies de auto. Dan dan kies ik het huis. Ja, maar ik de auto. Oké, dan gaan we bij elkaar wonen. Dan heb jij de auto, slaap jij in de auto, slaap ik in het huis. Helemaal prima. De laatste vraag. Is mijn Januskop, oftewel Ties. Maar hij vraagt natuurlijk voor mij, Kier, deze of Ballista? Ik zou voor de Ballista gaan, waar ga jij voor? Dat is een grote sniper die heel langzaam inschiet. Of een sniper die best snel inschiet. Sneller. Oké, Ballista dus. Kier, Ghost of AW, daar kan Nina mee over praten. Ik zeg Ghost. Of? AW, Advanced Warfare. Ghost. Oké, goed zo. Kun je naar Duitsers of hackers? Duitsers. Heb je liever spelen liever tegen Duitse mensen tegen hackers? Ja. Duitsers die zijn wel grappig als ze schelden. Ja, ja. Sorry voor als je een Duitser bent, maar. PS, je bent baas. Hij staat omgearmie. Jongens, Kun je zit er alweer op? Dit was de laatste vraag. Kijk maar, want dan krijgen we een hele. Nee, stop! Hele foto van Nina, maar jij hebt hem niet goed gezien omdat ik haar even ging pranken. Zo van, huh? Oh, je maakt een foto. Oké, maar jongens, super bedankt voor het kijken naar deze video. Als we er 100, 20? 100 duimpjes, 100. 100. Ja, maak er 100 van. Als we 100 likes halen, gaan we gewoon weer een keer een nieuwe video opnemen, jongens. Super bedankt voor het kijken naar deze video. Nina, heb je nog wat te zeggen? Abonneer op Chester's account, kanaal, dat is hetzelfde. En duimpje omhoog als je mij vaker wil zien in een video. En Robin, voor als je deze video kijkt. Wie is Robin? Het spijt me. Oh! Dat ik geen strip FIFA heb gedaan, maar ga het niet worden. Wacht, we gaan nu niet afspreken. Nee. Nee, geen strip FIFA. Als we 150. We gaan 100 likes in een nieuwe video met Nina. Maar 150 likes worden Touch My Booty Challenge. Oké?
Oké. Jongens, super bedankt voor het kijken naar deze video. Ik zie jullie bij de video van morgen. Dus jongens, Nina zegt nog wat. Later. Doei.